Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. You know. Hoi en welkom bij de Verschijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En we waren vandaag even naar een grote winkel. We gaan het nou niet zeggen. En daar kwamen we allemaal leuke dingen tegen. Chupa chupa, drinken. Strawberry en cream. Allemaal blikjes met drinken. En wij dachten, dit lijkt ons wel leuk om te proeven. Hey, het was Kimberly's idee. Zo waar een keertje, want Kimberly en proeven gaat meestal... Ik vind die chupa chup lollies altijd zo lekker. Ja, maar Kimberly en proeven gaat meestal niet goed samen. Dus het is niet mijn schuld als jij nu het niet lekker vindt, hè? Nee. Maar welke smaken hebben we allemaal? Wij hebben strawberry en cream. We hebben mango en cream. We hebben... Mango, melon en cream. We hebben mango en we hebben grape. Welke denk jij dat het lekkerst is? Ik vind mango altijd lekker. Ik denk deze, druiven. Oké, dan doen we deze twee als laatste. Oké. Doe gewoon allebei een slokje erin. En we moeten het wel opdrinken. Opdrinken? Nee, gewoon dat slokje wat in je glas zit. Uiteraard hebben we natuurlijk blond glazen. Jemig! Zit er veel prik op? Het staat denk ik met prik. Oh ja, ben je van... Oh my god. Dit is echt zoet. Dit is melon en cream. Oké, een slokje. Ja, is goed. Kijk dan, het is gewoon een beetje... Lekker als een shortje. Ja. Hoe weet je hoe dat eruit ziet? In de winkel. Dat zit er ook in een blikje. Nee. Ik vind hem eigenlijk niet lekker. Wie? Ik doe het even dit aan de zijkant. Maar dan heb je al een voorproefje. Maar dat moet je niet naar mij doen, dat moet je naar de camera. Oké, nou, proost. Ja. Nee, maar kijk, dit is dus het ergste, want ik rook het al. Oké, kom. Eeuw. Dit is wel... Oh, dit is echt goor. Oh my god. Eeuw, wat een smaak was dit? Melon en green. Die is echt gewoon smaak. Maar ik heb wel op. Spoel maar even op. Ik heb hem op, hè, mensen. Ja. Ja, nee. Ik vind tot nu toe die lolly daarvan lekkerder. Nou, daar hebben ze geen lolly van, hè? Nee, snap ik. Nou, ik gok dat de aardbeien, die moet gewoon lekker zijn. Dat kan niet. Nou, ik vond de vorige keer niet aardbeien ook niet lekker. Ja, niet zo. Terwijl je aardbeien in het echt, vind je dat echt lekker? Ja, maar de... Auw. Kom hier. Ik heb net mijn nagels geknipt. Maar dit is toch niet goed? Dit ziet er ook al zo troebel uit. Pas op. Nou, dit ziet er gewoon roze uit. Gadverdamme. Gadverdamme. Kijk, het is wel pink pink. En ik heb pink drinken. Ja, een slokje meer. Wat? Wat doe je zo? Heb jij net zoveel als ik? Oh, ik heb iets meer. Nee, goed, maakt niet uit. Wat? Oh my god, hoe kan dit zo zoet drinken? Volgens mij zit hier een partij suikers in, dat wil je niet weten. Zal ik eens kijken? Waar staat dat? In ieder geval. Hoeveel calorieën zitten er in zo'n blikje? 49. Dat zou ik toch niet zeggen. Is dat per 100 milliliter of per heel blikje? Ik zit te trillen. Ik zie het nu al. Nou, eigenlijk 206. Per heel blikje 206. Ja, per 100 milliliter. Oh, nou, oké. Jongens, ik proost. Deze valt mee. Ja, maar hij is wel echt zoet. Nou, maar dan ben ik... Nou, deze smaakt wel echt naar die aardbeienlollies. Ja, deze daarom. Vind ik wel echt naar de aardbeienlollies smaken. Daarom vind ik deze wel lekker. Volgende. Oh. Ik wil hem openmaken. Ja, is goed. Dan doen we nu... Vogels willen ook proeven. Deze. Die? Auw. Maar dit moeten we dus wel allemaal op gaan drinken.
Gadverdamme, deze is goor. Ik vond deze aan papa. Deze is goor? Ja, is die goor? Ik kreeg het op mijn duim en ik likte het al. Nou, deze lijkt me juist wel lekker. Oh, nou probeer maar. Niet helemaal vol. Hè? Kijk, deze lijkt een beetje op kassus. Nog iets? Ja. Deze is een beetje... Deze is tenminste doorzichtig. Die andere zijn allemaal troebel. Het is een beetje paars. Eeuw, is dat vastgeplakt? Dit ruikt naar een soort bubblegum. Nee, naar chupa chup. Ja. Nee, maar het ruikt ook naar een beetje bubblegum. Oh, ze drinken gewoon. Oh my god. Oeh, dus het prikje op. Ja, daar zit met die andere ook. Echt. Hij is niet vies. Hij is niet vies, ik vind hem niet op zich. Nou, ik vind deze tot nu toe nog het lekkerste. Ja? De aardbeien, oké. Okay. Nou, die is laatste. Echt een die is echt... Oeh. Die is echt goor. Dat mensen dit drinken, hè? Ja, hallo, wat doen wij dan? Ja, maar wij doen het alleen maar om te proeven. Ik hoef het niet te... Oh, ik wel hoor. Kom maar. Ja? Ja? Nee, ik vind deze... Deze heeft nog wel een klein beetje... Die smaakt ook een beetje naar... Kassus? Nee. Naar fluorine. Ja, ik zweer het. Dit is niet zo hoor. Echt wel. Hallo, ja. Echt wel. Echt wel. Gaat ze weer, net als met die popcorn toen. Eerst was het smerig en daarna vond je het lekker. Ik heb niet gezegd dat hij vies was. Ik vond het gewoon heel goed. Welke is dit? Mango. Oeh. Dat is ook doorzichtig. Ja. Dus deze is weer doorzichtig geel. Oh, hij stinkt. Nee. Hij stinkt. Nee, die had mijn mango-ijs. Nee, vieze nasmaak. Ja, die nasmaak is niet geweldig. Nou, maar ik vind hem dan lekker. Ik vind deze twee echt lekker. Nou, neem jij die, neem ik deze en dan geven we die aan papa. Ik vind de strawberry... Papa, jij krijgt de melon. Nee, dat is zeker smerig. Ja, klopt. De strawberry en cream vind ik lekker en de mango. Ik vind de grape het lekkerst. Nee, ik niet. Als ik dan toch zou moeten kiezen, maar ik drink gewoon liever gewoon water. En ik limonade. Water, koffie, thee of... Maar dit is ook of, limonade. Of pomelo. Dat is wat ik lekker vind. Kast is ook lekker. Ja, nou jongens, ik ga toch liever voor de chupa chup lollies. Die zijn toch net die zijn toch wat lekkerder, ja. Maar ja. Dit was weer een testje van ons. Chupa chup drinken. En eindelijk heb ik iets waar ik niet moet uitduffen. Nee, het ging wel goed, hè? Ja. Nou, vond ik het wel. Nou, ik vond het waarschijnlijk niet vies. Ik vanavond te kotsen. Nee. Ik vond het niet heel vies of zo, maar het is niet iets dat ik nog een keer zou kopen. Maar om te testen is het altijd leuk. Ik vind testen vind ik leuk. Testen. Houd van. Testen. Test 1, 2, 3. Ja, is het nou 1, 2, 3, 4 is het. Ja. Wij hebben dus de chupa chup getest. Misschien zeggen jullie wel van, nou ik vind die ook heel erg lekker. Laat het dan weten in de reacties. Wij laten het hierbij. Ik ga het niet nog een keer kopen. Ik wel. Nee, okay. Grapje. Ik weet niet. Nou, alleen de lollies, die vind ik wel lekker. Ja. Nou, vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En de belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijpjes. En vergeet niet naar onze volgende vlog te kijken. Doei!